Dat is een gigantisch karwei geweest. En dat is net altijd even makkelijk geweest, laten we het samen zeggen. Want, ja, maar dat denken we net maar door. Dat is voorbij. Kent u het eerste wat er stier? Zag hij jou het kocht? Ja. En dat was een varhuis, wat nog enigszins bewennen werd koe, maar een houten hokje ernaast. Hoe is dit ooit begonnen? Ja. Nou, ik hier een restauratiebedrijf voor wenningen, monumenten, gebouwen. En dit gebouw is die eigenlijk op nominatie om afbrutsen te worden. En dan zonder alle hier huizen op. En dat was eigenlijk de aanstoot van mij van ja, maar dat zult er net gebeuren dat je naar je huizen op zo'n historisch plak komen. En dat wou ik net. En toen hier de eigenaar die hier het eigenlijk echt wel te kepen. Toen hekken ze de sodemieter heb ik maar die man een afspraak maken. Ik keep je dit ding en ik knap het wel op. Ik deed de inrichting en daar is het restauratiewerk. Ja. Het interieur en het uiterlijk. Ja. Want van boeten moest direct nog wat gebeuren. Och, verschrikkelijk. Want het was Ingrid de verrotte winkel. Ja, het was van het bedrijf. Hij moest eigenlijk de jongens opleiden. Voor want restauratiewerk. Het restauratiewerk leerden ze net op squallen. En de lensjes die lezen hier in de kast, ja, die maten er nou uit. Maar ja. Ja, die zijn wel net verkeerd. Nee, die. Maar we dan maar weer even naar mijn huis. Wanneer hij de lintjes kreeg? 2006. Dit is de 18e-eeuwse kamer en deze stijl is het huis dus bouwd. Hij had altijd eerst zo'n mooie gedekte tafel staan? Ja, we hebben altijd een mooie gedekte tafel. Maar appeltjes zitten tuin? Ja, bij appeltjes zitten tuin. Ja. In 1980 hebben we hier op een huis gehouden voor het dorp. Want ja, we dachten die lui uit de stad, hè? Want wij zijn aan de lui uit de stad. Hè? Je had er hier net bij een werkje. En hier op een huis van het dorp. Hadden 600 West. En daar kwam het idee uit om er een museum van te maken. Nou, dan ben we nu in de hal. Hier houdt het huis op. Grutter weet net. En er had wel een achterbouw achter zitten, maar die weer er al zo'n 1900 achter wij. En toen hebben wij dit achterste steek er weer naai achterbouwd in de 90 jaren. En dat hebben we altijd wennen? Met een inpandige beheerderswenning, ja. Honderden mensen per jaar. Ja, nou ja. En, dames, mijn fietsclubs die tuften vanuit Snitsel hierheen. En dan even met het slot om koffie. Ja. En even zien natuurlijk. Nou, dat hebben we jaren dien. Alle dagen maar weer gasten ontvangen. We hadden altijd heel mooi werk voor. Soms dan kwam ik één week in het dorp uit. Hé, dan zijn die bij wel, Jim, kom ik nergens. Nee, maar we zijn mensen genoeg. Nou, dan is dit de 19e-eeuwse kamer. Hier zitten grote ruiten in en een blind naar de binnenkant. En dat vonden wij helemaal net mooi. Dat vonden wij net zo net. Wij wonen al die liedse ruitjes in. Maar dat mocht net voor monumentenzorg. Dat weer echt weer 100 jaar lang dat dit verorren weer. We zijn allebei 83 en nou vinden we het zo langzamerhand wel genoeg. Als het maar in goede handen komt, want wij zeggen dan altijd net iedereen kan kepje. We gaan eerst wel informeren wat is de bedoeling. Want wij hebben zo'n werk gewoon om dat huis overeind te krijgen, dat we willen graag dat ons opvolger er echt goed op past.